Nederland leeft met water. Er is steeds vaker sprake van wateroverlast. Hoosbuien, klimaatverandering. Daarom werken we hier in de IJsseldelta aan maatregelen voor ruimte voor de rivier. Met maatregelen zoals het baggeren van de IJssel en het graven van een hoogwatergeul werken we aan de waterstandsdaling bij Zwolle tot zo'n 41 centimeter. Vandaag neem ik jullie mee naar een van die maatregelen van ruimte voor de rivier. De nieuwe dijkbrug. Die wordt geopend. Ik loop eens even naar Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Wat gebeurt hier eigenlijk, Nelly? We zijn toch bezig met een ruimte voor de rivierproject, waterveiligheid, waterstandsdaling bij Zwolle. Maar vandaag staan we op een nieuwe brug. Deze brug is een van de vier kunstwerken in het project IJsseldelta. En die brug is natuurlijk belangrijk om kampen bereikbaar voor de fietsers en de auto te houden. En het water kan er nu onderdoor, hè? Dat is ontzettend mooi. En de fietsers kunnen gewoon hun gang blijven gaan. Om de opening te vieren met elkaar, hebben we voor de vroege vogels een kopje koffie en een croissantje deze morgen. Naast maatregelen zoals het baggeren en het graven van de hoogwatergeul, wordt in dit gebied ook 350 hectare nieuwe natuur aangelegd. Daarnaast is het mogelijk om ook op deze geul te varen. Nou, wat we hier in het groot doen, dat kan natuurlijk ook in het klein, bij uzelf in de achtertuin. Door een tegel bijvoorbeeld eruit te halen, waardoor het water bij een hoosbui makkelijker weg kan. Dat zijn van die kleine maatregelen die we kunnen nemen om de wateroverlast te beperken. Wil je meer weten over wateroverlast of hoe je dat kunt voorkomen? Kijk op onswater.nl.